Mijn naam is Laurie Kluitmans. Ik ben de conservator hedendaagse kunst bij het Centraal Museum. En naast mij zit Ansuya Blom, de kunstenaar die hier in Oud-Amelisweert een solo tentoonstelling heeft gemaakt. En we gaan jullie meenemen in de verhalen achter de werken. En misschien moeten we maar gewoon beginnen met de doorlopende reeks tekeningen en collages die je hebt gemaakt, Das Dieser Mensch. Die reeks tekeningen waar jij aan refereert, die zijn ontstaan. In 1987 maakte ik een korte film, Isabel Stapledance. En in die film had ik een silhouet getekend op de muur, waar ik op vier plekken op dat lichaam organen heb geplakt. Op de vitale plekken, dus het hart, de lever, de nieren en de hersens. En ik wilde iets fysieks hebben. Het verborgene van wat in je lichaam huist, om dat naar buiten te brengen. Vooral dat geheim, dat dus niet meer geheim blijft. En dat is eigenlijk de matrix geworden voor de reeks werken die hier boven te zien zijn in het landhuis. Aan de basis van dit werk staat de titel Das Dieser Mensch, dat deze mens. Ja. En dat is een quote die je hebt uit een analyse van Caspar Hauser. Ja. Een jongen die op een dorpsplein op een goede dag gevonden werd met een briefje om zijn nek. Ja. Dus hij werd gevonden met dat briefje met zijn naam. Erop. En hij kon niet amper praten. Ik wist van hem en ben toen meer gaan lezen omdat ik me afvroeg, wat is het om opgevoed te worden, een mens te zijn? Wat is een mens eigenlijk? Als je zo bent opgevoed in het donker, dat bleek dus dat hij in het donker zat, in een hol. Hij kwam nooit buiten. Ja. Maar onder andere was er een gerechtsarts. En wat ik zo mooi vond, is eigenlijk dat hij niet zegt wie die is, maar eigenlijk meer alleen maar observeert wat ze kunnen waarnemen. En misschien moeten we de quote even voorlezen, omdat het een hele sec manier van beschrijven is. Dat deze mens, de vertaling is dus dat deze mens niet gek of dom is, maar duidelijk op de meest hopeloze manier met geweld is verwijderd van elke menselijke en sociale opvoeding. Opgevoed als een halve wilde, niet kan worden overgehaald om fatsoenlijk voedsel te eten, maar alleen van zwart brood en water leeft. Maar wat mij fascineerde aan hem als persoon, was dat als je dus geen omgeving hebt waar je aan kan refereren als kind of als jongen. Ja, of toe kunt verhouden. Verhouden. Ja. Wat, wie ben je dan eigenlijk? En dus ik vond, het riep heel veel op. Eigenlijk als een soort vraag van wat is het om te zijn? Maar misschien ook wat is het om te begrijpen wat het is om te zijn? Hè? Dat is het misschien vooral. Misschien is het dat vooral, inderdaad, is goed gezegd. Kijk, als je iemand tegenkomt en je ziet alleen maar die persoon, dan is het heel verleidelijk om te gaan oordelen. De vereenvoudiging kan ook een versimpeling betekenen. Ja. En hij maakt dit niet simpel. Hij maakt van Caspar Hauser geen simpel iets. Ja. Een patiëntenrapport is natuurlijk ook een soort van poging tot het begrijpen van het innerlijk van iemand. Vergeet niet te denken vanuit het kader van wie is die wetenschapper? Ja. En waarom wil die wetenschapper nu juist dit zeggen en niet iets anders? Ja. Nou, je werd uitgenodigd om hier in het landhuis een tentoonstelling te maken. Maar dat landhuis komt natuurlijk ook met allerlei randvoorwaarden. Dus ik ben heel benieuwd hoe je te werk bent gegaan. Je moet een systeem bedenken van tonen. En hoe ga je dat doen? En het is ook een prachtige omgeving, dus ik wilde ook niet in concurrentie gaan met de omgeving. Dat had geen zin. En ik wilde ook niet mijn werk ondergeschikt maken. Wat ik ook bedacht, ik kwam er niet helemaal goed uit. Dus de context hier heb ik in die zin volledig genegeerd. Maar eigenlijk heeft het me ook gedirigeerd. Dat opeenvolgen van die kamers, dat deed me eigenlijk denken aan dat toen had ik de klik. Dat kan ik ook met die Das Dieser Mensch doen. Omdat die in mijn werk eigenlijk ook als een soort rode draad doorlopen. Want dus naast de collages en de installaties maak je ook en sculpturen maak je ook films. Dus een film is eigenlijk iets wat een hele belangrijke rol speelt in jouw praktijk. Een paar jaar geleden ben je begonnen aan het werken aan de nieuwste film die we nu hier tonen, Misty Man. Ja. Deels zelf hebt geschoten in Suriname en deels materiaal uit archieven, familiearchief. Ja. Kun je iets vertellen over hoe je met deze film aan de gang bent gegaan? Ja, als ik werk, dan is het niet zo dat ik van tevoren precies weet hoe die film eruit gaat zien. Terwijl ik aan het werken ben,
komen verschillende facetten samen waar ik al eerder aan gedacht heb. Je werkt heel erg met lagen van materiaal die in elkaar doorschijnen of in elkaar verdwijnen. Ja, ik vind polyfonie heel erg fascinerend. Ja. Dus ik wil eigenlijk laten zien dat tegelijkertijd allerlei waarheden en ervaringen door elkaar heen lopen. Of tegelijkertijd plaatsvinden eigenlijk, dat is het. Dus die elementen zijn eigenlijk door elkaar heen gaan spelen. Ja. Wat misschien aan de bron stond, is dat ik geïnteresseerd was in de val. Dus de val uit de gratie. Wat gebeurt er als je iets gedaan hebt wat niet door de beugel kan, hè, volgens de norm? Kasper Hauser, dat is een case study, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè, van iemand die dus inderdaad niet voldoet aan de norm. Ja. Dat niet voldoen aan de norm is eigenlijk iets wat ook constant terugkeert in jouw werk. Hè, op heel veel verschillende manieren, in de collages, maar ook in films. Ja, die norm wordt bepaald en is ook tijdsgebonden. Maar als je historisch terugkijkt, dan blijken die normen heel erg in andere periodes, en dan heb ik het over grote tijdspannen, heel anders te liggen. Wat niet wil zeggen dat die altijd goed zijn, maar er zit een soort fluctuatie in. En hebben geen zicht op als iemand van een andere plek komt, met een hele andere achtergrond, dat daar dus misschien hele goede normen zitten, maar niet, ons niet bekend. Dus dus eigenlijk met mijn werk probeer ik voor mezelf, dat is de dag waar ik het begin, te begrijpen hoe is dit tot stand gekomen.